Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat jullie allemaal door de storm zijn gegaan om hier te komen. Je zit allemaal een beetje verspreid. Misschien kun je nog wat dichter naar elkaar schuiven als jullie willen. Hoeft niet hoor. Helemaal niet nodig. Mijn naam is Erwin Maas. Ik ben programmamaker bij Studium Generale, het podium voor kennis en reflectie van de Universiteit Utrecht. Eerst even wat reclame maken voor ons. We zijn net begonnen met ons nieuwe seizoen deze maand. Dat betekent dat we nog heel veel programma's op de stapel staan. We hebben bijvoorbeeld de wetenschapsfilosofische serie over de strijd om het gelijk. We hebben ook een hele mooie serie over duurzaamheid en infrastructuur. Het belang van het aanpassen van die infrastructuren. En zo hebben we nog heel veel andere programma's. Wil je daar meer over weten, dan moet je naar sg.uu.nl gaan. Er zijn ook wat boekjes hier die worden uitgedeeld. Welkom ook bij het Science Café. Wie is voor het eerst bij een Science Café? Ja, toch best nog wel wat mensen. Het concept is eigenlijk heel simpel. We nemen één thema en we nodigen drie wetenschappers uit die daar vanuit hun eigen discipline op reflecteren. Op 9 maart dan gaan we het hebben over intimiteit en het belang van intimiteit voor onze welzijn. En op 6 april dan gaan we wat verder van huis en dan gaan we het hebben over onze oneindige fascinatie voor het universum. Dus dat de volgende maanden. Maar vanavond gaan we het hebben over religie. Er zijn in Nederland steeds minder mensen aangesloten bij een religieuze groepering. Dat blijkt uit onderzoek van CBS. Minder dan de helft tegenwoordig. Maar de vraag is wat die cijfers nou eigenlijk zeggen. Want ondanks de ontkerkelijking die nu al een aantal decennia bezig is, is religie eigenlijk helemaal niet uit Nederland verdwenen. Er was laatst een bericht over het gigantische aantal Boeddha-beeldjes die in Nederland staan. Meer dan 1 miljoen, geloof ik. Kerken die krijgen ook weer nieuwe bestemmingen en via migratie komen ook weer nieuwe religieuze tradities naar Nederland toe. En de vraag is, hoe past religie zich aan nieuwe tijden en plekken en waarom is het nog steeds relevant om de rol van religie in onze maatschappij te bestuderen? Daar gaan we het vanavond over hebben met 3 fantastische wetenschappers die ik nu aan jullie voor ga stellen. Ze is hoogleraar religiewetenschap, winnaar van de Spinoza-prijs in 2015 en ze doet onder andere onderzoek naar religie, populaire cultuur en erfgoed. Mag ik een applaus voor Birgit Meijer? Hey. Ze is hoofddocent religiewetenschap en deed onderzoek onder andere naar het Tibetaanse boeddhisme in het Westen. Katja Rako. En hij is onderzoeker en docent islamstudies en doet onder andere onderzoek naar de intellectuele geschiedenis van de islam. Joas Wagemakers. Welkom allemaal, ga lekker zitten. Ik begin toch even met de zaal, met jullie. Dat we even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Wie ziet zichzelf als een... Mag er wat zaallicht aan, dan kan ik jullie ook zien. Kunnen jullie mij ook zien? Dat is toch wat gezelliger, hè? Heel weinig. Wie ziet zichzelf als een religieus persoon? Ja, toch wat handjes. Ben je aangesloten bij een bepaalde religieuze groepering? Ja, ik ben zelf christelijk. Ook wel geïnteresseerd in andere geloven, zeg maar. Ik heb toevallig docent godsdienst levensbeschouwing ook gestudeerd. En ook af en toe wat aan het oriënteren richting religiewetenschappen. Ja, maar interesse in de verschillende overeenkomsten en de verschillen ook wel tussen de geloven. En vanuit mijn eigen christelijke achtergrond. Ja. Zijn er nog andere mensen christelijk in de zaal? Ja. Zijn er misschien nog andere tradities waar mensen zich mee verwant voelen? In de zaal, ik zag net wat meerdere handen, geloof ik. Eigenlijk niet. Ah ja, daarboven. Kom even naar u toe, hoor. Zo leren we elkaar toch een beetje kennen. Ja, waar voelt u zich verwant mee? Wij zijn lid van de Joodse gemeente. Maar religieus wil voor mij niet altijd per se meteen zeggen dat je lid bent van een kerk of lid bent van een gemeente. Religieus betekent voor mij ook verbinding. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar onze bron is het Jodendom. Oké. Okay. Ja. Zijn mensen het daarmee eens? Religie, dat gaat ook eigenlijk over verbinding. Ik zie wel wat mensen knikken inderdaad. Ja, nou, dat is in ieder geval een van de onderwerpen waar we het ook over gaan hebben. Vanavond ook wat religie eigenlijk is en wat het betekent om religie te bestuderen. Ik praat even terwijl ik naar mijn stoel beweeg.
Nou, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn alle drie religiewetenschappers. Ik vroeg me eigenlijk af wat dat betekent. Wat doe je als religiewetenschapper? Lees je dan de Bijbel of een ander geschrift en geef je daar een interpretatie van? Of heb ik het verkeerd? Joas? Nou, in mijn geval zou dat de Koran zijn. Ja. Die lees ik wel degelijk, ja. Maar niet om er een interpretatie van te geven. Maar vooral om te kijken hoe moslims daar interpretaties van hebben gegeven. En hoe die veranderen, hoe die toegepast worden, hoe die aangepast worden door allerlei verschillende contexten waarin men leeft. Dat is wat ik doe, maar niet om te zeggen van zo moet het gelezen worden. En hoe is dat voor jullie? Wat betekent het om religiewetenschapper te zijn? Nou, het is precies dit dus. Als religiewetenschapper heb ik belangstelling voor allerlei religieuze media. Die worden ingezet om mensen met elkaar te verbinden, maar ook om mensen met het goddelijke of hogere of spirituele te verbinden. En als onderzoeker probeer ik eigenlijk deze verschillende media te doorgronden. Dat zijn aan de ene kant teksten natuurlijk, de Bijbel, ik heb zelf veel over het christendom gewerkt, maar het zijn ook andere, veel concretere media, beelden en dat soort dingen. Mm-hmm. En in mijn analyse staan eigenlijk deze religieuze media in het centrum van de belangstelling. En ik probeer in principe op een manier religie te onderzoeken die uitgaat van het hier en nu. En ik zie wel deze religieuze media als pogingen om met een andere werkelijkheid in contact te gaan komen. Maar ik doe als onderzoeker onderzoek daarna vanaf het hier en nu. Dus als een werelds verschijnsel. Ja, en jij, Katja? Eigenlijk hoe religie vorm krijgt binnen een maatschappij. In het verleden, maar ook in het heden. En dat zou kunnen betekenen dat je gaat kijken hoe mensen met religieuze teksten omgaan of religieuze bronnen. Maar vooral ook hoe religie in de praktijk vorm wordt gegeven. Dus we hebben al vaak het idee dat religie over ideeën gaat. Ja. Of geloofsovertuigingen. Maar voor heel veel mensen is dat maar alleen een onderdeel. Het gaat ook over het doen van religie, handelingen. Hoe dat leiding geeft voor bepaalde handelingen in het leven. Dus religie heeft voor mij vooral ook met praktijk te maken. Precies, en wat mevrouw ook al zei, het gaat eigenlijk niet per se om het lid zijn van een bepaalde kerk, maar het gaat om verbinding bijvoorbeeld. Ja. Birgit, we gaan met jou beginnen. Okay. Je bent hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Je won in 2015 de Spinoza-prijs en met dat geld begon je eigen onderzoeksproject. Dat heet Religious Matters in an Entangled World. En daarmee heb je een team wetenschappers en met hen onderzoek je hoe religie wereldwijd in ontwikkeling is. En een van de drijfveren van je onderzoek is te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek naar religie van centraal belang is voor een beter begrip van onze huidige wereld. Nou, daar gaan we het sowieso over hebben. En we gaan het ook met jou hebben over de overblijfselen van het christendom in Nederland. Nou, een van de dingen die ik had, je gaat zo'n programma maken en je gaat een programma tekstje schrijven. En ik zei het net geloof ik ook weer, is dat je dan iets over religie zegt. In Nederland begin je met een ondanks. Dus je zegt, ondanks de ontkerkelijking, ondanks de secularisering, bestaat het nog steeds. Blijkbaar is er, en ik merk het vaker, blijkbaar is er een soort van idee dat als een land moderniseert, dan betekent dat ook dat religie verdwijnt. Wat vind je daarvan als religiewetenschapper? Nou, ik vind dat een heel beperkte en problematische kijk op religie. Het is een bekende kijk die in de religiewetenschappen heel sterk bekritiseerd wordt. Als eigenlijk enigszins ook een ideologisch standpunt. Ik denk dat het heel belangrijk is om überhaupt al mondiaal naar religie te kijken. En dan zien wij dat er helemaal geen sprake is van afname van religie. En zien wij ook dat in contexten van modernisering en ontwikkeling het doorgaans ook religies een heel erg belangrijke rol spelen. Ik heb heel lang onderzoek gedaan in Ghana naar Pinksterkerken. Ja. Pinksterkerken werpen zich vaak op als eigenlijk ambassadeurs van een moderne tijd. Dus het christendom wordt door mensen zelf met vooruitgang geassocieerd en helemaal niet met iets wat achterhaald is, zoals hier vaak het geval zou zijn. Ja, dus dat religie als iets achterhaald wordt gezien. Laten we dan even naar Nederland kijken. Hoe is eigenlijk die waardering van het christendom de afgelopen decennia veranderd? Nou, Nederland liep heel erg voorop, eigenlijk als een zeer religieus land, een zeer christelijk land. Maar met de inzettende ontzuiling en ontkerkelijking sinds de jaren 70, 80 is dit in heel snel tempo gekeerd en is Nederland
naast Tsjechië, dacht ik, echt een van de koplopers in het proces van ontkerkelijking. Maar voor ons als religiewetenschappers is daarmee eigenlijk de kous niet af. Als je alleen maar kijkt naar ontkerkelijking in termen van achteruitgang en verdwijnen van religie, dan ontsnappen allerlei processen aan je aandacht. Mm-hmm. In het onderzoeksproject Religious Matters in an Entangled World kijken wij vanuit een materieel perspectief naar religie en beginnen wij niet bij voorbaat met de doctrines en voorstellingen, maar met de concrete vormen waardoor religie in de wereld aanwezig is. Zodra je vanuit een materieel perspectief kijkt, komen de materiële implicaties van ontkerkelijking in beeld. In Nederland wordt gemiddeld eens per week een kerk gesloten. En dat is een enorm materieel gebeuren. Dat roept veel vragen op. Wat moet er met het gebouw gebeuren? Mm-hmm. Wat moet met de objecten gebeuren? In katholieke kerken gaat het dan ook om heilige of sacrale objecten. Die kunnen niet zomaar worden achtergelaten. En eigenlijk hebben wij als religiewetenschappers onze handen daaraan vol. Dus wat gebeurt er met die erfenis van die religie in Nederland? En wat voor doel krijgt dat? Misschien is dit een goed moment om even naar een filmpje te gaan kijken dat jij hebt meegenomen. Het komt uit een VPRO-documentaire uit 1967. Ja. Korte documentaire over het werk van de Bosse kunstenaar Jacques Frenk. En dit spreekt eigenlijk redelijk voor zich. Laten we even gaan kijken. Ja. Ik weet namelijk zelf niet precies of ik gelovige of ongelovige genoemd moet worden. In ieder geval betekent die Sint-Jan heel wat. Maar bovendien is ze, zoals ik ze wel eens noem, de moederkoek. Want indirect is ze de leverancierster van mijn beelden. Katholiek in de zaal. Is dat misschien heel pijnlijk. Ik kom zelf uit Den Bosch. Ik vind het heel pijnlijk om te zien. Nee hoor. Wat zien we hier, Birgit? Nou, dit is in principe is een oudere film, een VPRO-documentaire van Jacques Frenke. Ik dacht jaren 70. En dat was de tijd na het Vaticaanse Concilie. In de katholieke kerk waar allerlei gips-Jezusbeelden werden opgeruimd. Dat was nog niet de hoogtij van ontkerkelijking, maar het was wel een moment waarop heilige beelden de kerken uitgingen. En we zien daar al, dat vind ik heel boeiend in dit proces, dat deze objecten dan terechtkomen bij een kunstenaar zoals Jacques Frenken, die in die tijd ook verguisd werd als antichrist. Een hele negatieve houding was er jegens hem. En hij heeft dus heel boeiende kunstwerken gemaakt door te werken eigenlijk met het materiaal dat uit de kerken kwam. Dus hij heeft de Jezusbeelden, Mariabeelden verspijkerd en verzaagd. Dat is in principe een proces dat nog steeds doorgaat, waarbij kunstenaars dus aan de haal gaan, eigenlijk met beelden, met die afdankertjes uit kerken. Hier dus om eigenlijk de verkitsching van de katholieke wereld tegen te gaan en inmiddels ja, is een beetje de vuilnishoop van de secularisering, waaruit kunstenaars objecten opvissen en op hun manier daarmee aan de haal gaan. Ja. Ik vind dat het heel interessante processen zijn. Ik heb onderzoek gedaan onder andere naar het gastenboek van een tentoonstelling, waar ook werk van Jacques Frenken en hedendaagse kunstenaars te zien was in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch. Mm-hmm. Ik vond het zeer interessant om te zien wat dus deze afgedankte heilige beelden waarmee kunstenaars dan iets nieuws doen, hoe daarop werd gereageerd door en wat vonden mensen daarvan? Het was heel gemengd, dus daar waren mensen, dat protestantse stemmen, die zeiden, nou ja, we hebben altijd al gezegd, het is helemaal niet goed om heilige beelden te hebben, dan zie je wat daarvan komt. Er waren ook mensen die zeiden, goh, jetzt, nu weet ik ook weer wat ik met oma's spullen moet doen. Er waren ook mensen die zeiden, jeetje, mijn grootouders en ouders zouden zich in hun graf omdraaien. Ja. Er waren ook mensen die schreven heiligschennis, die het ontzettend erg vonden dat dit soort dingen gebeuren. En er waren ook stemmen die zeiden, hier kunnen moslims wel iets van leren. Wat enigszins een beetje absurd is, omdat juist dus in de islam doorgaans
dit soort beelden helemaal geen rol spelen. Ja. Maar ik vond het zeer interessant, dus dit brede palet aan reacties. En voor mij is dat een van de voorbeelden die laten zien wat een materiële benadering van ontkerkelijking eigenlijk losmaakt. En je krijgt daardoor toch inzicht, eigenlijk ook in de manier waarop mensen met het christelijk verleden omgaan. Ja, ja, ik vind het interessant, dus dat eigenlijk heel veel mensen beleven het niet meer actief. En toch blijkt hieruit, en ook uit de andere voorbeelden die je noemt, dat we toch dat christendom nog heel erg belangrijk vinden. En ik vroeg me af, is dat ook niet een soort van moderne devotie eigenlijk? Maar dan zonder dat we dichter bij het goddelijke proberen te komen. Ja, ik denk dat het eigenlijk midden in een proces zit, een beetje lelijk woord, maar vererfgoedisering van het christendom. Dus het christendom wordt al minder beleden als een levendige religie, maar wordt al meer tot erfgoed gemaakt dat verbindt. Je ziet dat ook in policies van OCW bijvoorbeeld. Minister van Engelshoven die in de afgelopen tijd ook veel heeft gesproken over kerken en het belang van kerken als gebouwen. Mm-hmm. En die het verbindende eigenlijk van het christendom als erfgoed naar voren heeft gehaald. Dat is een proces dat ons als religiewetenschappers heel erg interesseert. En als erfgoed is het christendom springlevend en heeft ook een schitterende toekomst, denk ik. Voor een deel zitten daar ook problematische kanten aan. Dus die sterke nadruk op christendom als erfgoed wordt ook gebruikt in populistische, heel andere uitsluitende bewegingen. Waar natuurlijk allerlei problematische kanten aan zitten. Maar dat maakt het nog interessanter om dus naar dit proces onderzoek te doen. Ik doe dat ook niet alleen, dus er zijn allerlei studenten die daarbij betrokken zijn en ook collega's in andere Europese landen die hiermee bezig zijn. Ja, daar wil ik dan nog even over verder praten, want je zegt enerzijds dat erfgoed dat verbindt, dus in die zin heeft het ergens een religieuze rol. Maar je zegt, tegelijkertijd wordt dat erfgoed heel snel politiek gemaakt. Dus onderdeel van een bepaalde, laten we maar even judeo-christelijke traditie noemen. Mm. Om die termen te gebruiken waar andere groepen mee worden buitengesloten. Waar gaat dat naartoe, die politisering daarvan? Nou, ik denk dat we te maken hebben met een dynamiek inderdaad van insluiten en verbinden. En religie, u heeft het daar ook net over gehad, dat u aan verbinding denkt. En religie heeft het potentieel om mensen te verbinden. Maar goed, verbindingen zijn ook exclusief en sluiten niet iedereen in. Dus verbindingen vinden plaats in contexten waarin ook niet verbonden wordt. En je ziet duidelijk dus dat in het profileren van christendom als erfgoed ja, een bepaalde uitsluiting, een bepaald uitsluitingsproces tegelijkertijd plaatsvindt. Je noemde, toen ik je eerder sprak, het woord sacralisering. Zou je dat kunnen uitleggen? Dat vind ik een heel interessant proces. Dus voor ons als religiewetenschappers, dat wij ons bezighouden met allerlei manieren waardoor dingen heilig worden gemaakt. Als religiewetenschapper kijk ik dus op een heel wereldse manier naar religie en naar processen van heilig maken en sacraliseren. En dat zijn processen die vinden wij in relatie tot erfgoedformatie, we vinden dat in relatie tot kunst en allerlei andere. Kun je een voorbeeld geven van hoe iets, een object, denk ik dan, gesacraliseerd wordt? Nou, sacralisering betekent dat bepaalde dingen apart worden gezet en dat je daar niet op elke manier mee kunt gaan sollen. Dus je kunt ook denken aan sacralisering van bepaalde symbolen van het koningschap bijvoorbeeld, of bepaalde aspecten van de natie. Mm-hmm. Dus sacraliseringsprocessen zijn veel wijder dan processen die we in een religieuze context vinden. Ja. Je doet zelf ook onderzoek in Ghana, zei dus, en je noemde het al heel even. Je hebt dus hier eigenlijk een bepaalde politieke rol van dat erfgoed. En je noemde ook al even, in Afrika zijn ze eigenlijk helemaal niet zo bezig met dat verleden, maar is dat juist om vooruit te kijken? Kun je dat eens uitleggen hoe dat zit? Nou, ik vind het heel erg interessant. Ik ben ook net terug uit Ghana en daar is het christendom enorm populair en viert hoogtij. Met name dus de pentecostale varianten waarin het sterk wordt ingezet op de kracht van de Heilige Geest. En inheemse voorwerpen, godenbeelden en dat soort dingen, die worden eigenlijk niet eens graag als erfgoed gezien, maar die worden heel erg weggedrukt en weggemoffeld. En mensen zijn heel erg
bezig eigenlijk met zichzelf profileren als moderne mensen die in een geglobaliseerde wereld nieuwe netwerken ontwikkelen en hopen ook daarop vooruit te gaan. Dus het is een enorm verschil. Dus waar hier kerken worden gesloten, worden in Ghana steeds meer kerken gebouwd. Is het bouwen van een nationale kathedraal zelfs een privéproject van de huidige president. Dus dat zijn op een bepaalde manier twee heel verschillende settings die ik heel boeiend vind om met elkaar te vergelijken. En is het ook nog zo dat die, en ik geloof dat jij ook onderzoek hebt gedaan naar dat Pentecostalisme, dus sluit vooral aan. Is het ook zo dat de religieuze beleving in Nederland beïnvloedt? Want je ziet natuurlijk ook dat Ghanese naar Nederland komt. Is daar nog een soort van dialoog tussen die vormen van eigenlijk relatief weinig. We noemen dit vaak dan kerken die dus door Afrikanen onder andere hier opgericht worden. Gelden vaak als migrantenkerken. Dat is op zich al een term die zegt dat ze in de marge zitten. Niet echt in het centrum van het christendom zoals wij dat hier opvatten zitten. En deze kerken die vervullen vaak een heel erg belangrijke functie voor migranten, legale en illegale migranten om hun weg te vinden in Nederland, maar ze zijn voor een heel groot deel onzichtbaar. Wij weten niet eens hoeveel migranten christen er in Nederland zijn. Dus de schattingen lopen uiteen tussen 700.000, 800.000 tot, dacht hij, Stoffels heeft het over 1,3 miljoen. En dat zou betekenen dat hun aantal groter is dan het aantal moslims hier. Maar het is verbazingwekkend weinig onderzoek hiernaar verricht. Er is wel enig onderzoek gedaan naar het delen bijvoorbeeld van kerkgebouwen, dus Afrikaanse kerken die dan in PKN-kerken bijvoorbeeld dezelfde ruimtes gebruiken. Maar al dat is vrij weinig onderzocht. En hoe gaat dat delen van ruimtes? Nou, ik heb één keer een dissertatie begeleid van Regine Smit, dat is al enkele jaren geleden. Die heeft toen een enorm conflict beschreven tussen een PKN-achtige kerk in Rotterdam en een migrantenkerk. En dat waren eigenlijk conflicten over heel kleine dingen, zou je van buiten zeggen, zoals het behandelen van de vloer. Dus de PKN, de witte gemeente, had veel problemen daarmee dat er al meer gaten in de vloer kwamen door stiletto hakken, omdat de dames veel meer tijdens de dienst aan het dansen waren. Terwijl dus de Pinkstergemeente eigenlijk vond dat de Nederlandse christen maar veel te werelds waren en alcohol dronken en eigenlijk op hun beurt weer verkeerd met het gebouw omgingen. Ook daar zie je materiële insteek, gebouw, verschillende gebruikers, biedt heel veel inzicht in religieuze dynamiek. Ja. Ik zie jou knikken, Katja. Ja, ik herken het heel goed. Maar ik denk dat daar ook een verschil zou kunnen zitten tussen migrantenkerken en Pinksterkerken, waar Nederlanders naartoe gaan. Omdat heel veel van die Pinksterkerken wel heel aantrekkelijk zijn voor jonge mensen. Dus als je het vergelijkt met mainline denominations, dus gewone protestantse kerken, die vaak klagen dat ze leeglopen als het over jongere mensen gaat, dan zie je vaak bij Pinksterkerken juist dat ze heel aantrekkelijk zijn voor jonge mensen. Mm. En dat heeft vooral ook te maken omdat ze heel moeten modern en heel hip zijn door de manier van technologie die zij gebruiken, het formaat van de kerkdienst, populaire muziek, digitale media, social media, dat is al heel belangrijk. Dus dat mensen vaak die voor de eerste keer een Pinksterkerkdienst, een Hillsongdienst bijvoorbeeld, gaan meedoen, heel verrast zijn dat ze dat niet verwacht hebben dat het christendom op die manier kan worden beleefd. Dus ook daar zie je weer dat die modernisering, die gaat helemaal niet gepaard met de afname van religie. Je ziet er juist een religieuze groepering die heel erg modern is. Ja. We gaan verder met jou praten, Katje, want je hebt ook onderzoek gedaan naar het boeddhisme. En de populariteit van het boeddhisme in het Westen die is de afgelopen jaar flink toegenomen. Ook al zijn er naar schatting maar zo'n 50.000 boeddhisten in Nederland, elementen van het boeddhisme zijn overal. We hebben het over karmapunten, we mediteren, we doen aan mindfulness en we hebben massaal boeddha-beeldjes dus in de tuin en in ons huis staan. Jij bent als religiewetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en je hebt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het boeddhisme in het Westen. En we gaan het met jou hebben over de populariteit van het boeddhisme en hoe dat zo gekomen is. We gaan heel even kijken naar een kort filmpje uit Arjen Lubach. Ah. Daar wil ik het over hebben, want deze week gebeurde er wat geks. Veel mensen die hebben geen beeld bij boeddhisme. Hier, ik wel.
deze kreeg ik namelijk van mijn vrienden na mijn verhuizing. Dus hartstikke leuk, maar ook een beetje gek. Want ik ben helemaal geen boeddhist. En die vrienden van wie ik hem kreeg ook niet. Maar ze geven mij dus wel gewoon zo'n religieus beeld. Ik bedoel, je zou toch raar staan te kijken als iemand op je housewarming kwam met een enorme crucifix. Gefeliciteerd met je nieuwe huis. En ik ben niet de enige in Nederland met zo'n boeddhabeeld. Want volgens een groot onderzoek heeft een kwart van de Nederlandse volwassenen een boeddhabeeld in zijn woning. Dat zijn 3 miljoen mensen. En 2 miljoen daarvan die hechten er ook echt spirituele waarde aan. 2 miljoen mensen. Dat is meer dan alle moslims en joden bij elkaar. Wat trouwens niet zo'n goed idee is. Nee, jongens, nee. Dat was voor de vergelijking. Dus er zijn in Nederland meer mensen met een boeddhabeeld dan met een sapcentrifuge. Er is geen yogaschool of wellnesscentrum te vinden waar geen boeddhabeeld staat. Wat ik eigenlijk wel weer een beetje fijn vind. Dan ben ik tenminste niet de enige met die bolle kop in het bubbelbad. Maar wat weten we eigenlijk van het boeddhisme? Nou ja, daar gaan we het een beetje over hebben, maar misschien even naar de zaal. Dus een kwart van de Nederlanders, even kijken of een representatieve zaal heeft een boeddhabeeldje. Zijn er mensen met een boeddhabeeldje? Ja. Ja, dat is misschien toch, nou, bijna een kwart, denk ik. Ja, kijk. Ik kom straks naar jullie toe om te vragen of het werkt ook. Nee, we gaan het niet echt hebben over wat boeddhisme nu precies is, maar we gaan het wel hebben over hoe het boeddhisme hier naartoe is gekomen en hoe het zo populair is geworden. Katja, neem ons eens even mee terug in de tijd. Wanneer is die import eigenlijk begonnen? Ja, dus dat het boeddhisme vandaag zo populair is, is het resultaat van een heel lange geschiedenis van ontmoeting tussen het Westen en het Oosten. En dat heeft al heel veel eerder begonnen. Maar laten we het nu over het einde van de 19e eeuw hebben. En dat is een periode waarin westerse landen, dus in Europa, maar ook in de VS, toch in bepaalde kringen behoorlijk kritiek op de eigen cultuur, eigen religie, met name dan het christendom is geuit. Waar mensen ook een beetje teleurgesteld waren hoe het christendom gaat om met veranderingen, modernisering binnen de maatschappij. Mensen het gevoel hebben, het is te dogmatisch, het is te sterk op lege rituelen gefocust, te sterke hiërarchieën. En mensen zijn begonnen naar inspiratie in andere bronnen te kijken. Dat heeft natuurlijk ook te maken in het context van kolonialisme, dat zij in staat waren over andere landen, andere culturen iets te gaan horen of leren. En ja, dat licht uit het oosten, zo kun je het ook noemen, was daar heel aantrekkelijk, tenminste in kringen van mensen met een hoge opleiding. En aantrekkelijk aan het boeddhisme was hier juist niet het boeddhisme dat beleefd wordt door die mensen in Azië aan het einde van de 19e eeuw, maar een bepaalde ideeën. Dat waren vooral die filosofische ideeën, omdat waarmee waren de mensen bezig? Met vertalingen van de teksten, van de leerreden van de Boeddha. Maar dat zijn die teksten die de gewone boeddhistische mensen in Azië vaak niet dagelijks bij de hand hebben. Dus eigenlijk is hier een heel ander beeld ontstaan wat het boeddhisme is. En dat niet gebaseerd op wat zij hebben gezien, maar meer wat zij hebben gereconstrueerd uit de bronnen. Maar tegelijkertijd, dat is wel een interessant aspect, hebben de eerste westerse boeddhisten, onder deze was een Amerikaans meneer, dat was de eerste witte bekeerde boeddhist aan het einde van de 19e eeuw in Sri Lanka. En die heeft de Singalese boeddhisten geholpen zich op te lenen tegen de koloniale overheersing en de invloed van het christendom. Mm. En hij heeft voor hen een boeddhistische catechisme geschreven. Mm. Dus naar voorbeeld van het protestantisme, al die leerinhouden van de Boeddha op een soort heel protestantse manier neergezet in een klein boekje. Mm. Dus op die manier krijgt het boeddhisme eigenlijk vorm volgens het protestantisme. Het boek wordt vandaag nog gebruikt in Sri Lanka, in onderwijs voor jonge mensen in het boeddhisme. Maar goed, dus er zijn een aantal witte mensen die daar om koloniale redenen zijn, die met gemak een aantal dingen uit die religie kunnen shoppen en kunnen zeggen, dit vinden we wel interessant en dit vinden we interessanter dan wat we thuis doen. Want dat is alleen maar doctrine, dat is een beetje. En je zegt ook, het ging dan eigenlijk vooral over die ideeën en over de filosofie. Maar wat we nu juist zien, en als het gaat over die boeddhabeelden, maar ook als het gaat over mediteren, dan zijn het juist de rituelen die mensen herkennen. Ja. Ja, precies. Het zijn dan die praktijken, of vaak wordt het praktijk genoemd, minder ritueel. Ja. Dus ritueel heeft een soort negatieve lading, dat wordt niet zo vaak gebruikt. Rituelen zijn meer dat wat we in het traditionele boeddhisme vinden aan praktijken, maar we kunnen wel spreken over westers boeddhisme als een soort
meditatieboeddhisme. Dus ik heb onderzoek gedaan enkele jaren geleden, helaas niet in Nederland, maar in Duitsland. En er waren eigenlijk van die 250 mensen in een enquête die ik heb gevraagd, 90% bezig met een regelmatige meditatiepraktijk. Maar het lezen van boeddhistische teksten of ook ja, andere klassieke, traditionele boeddhistische praktijken, dat was minder dan 20%. Dus daar zie je heel duidelijk dat die aandacht vooral voor de meditatiepraktijk is. Dus we hebben hier in het Westen hebben we meditatieboeddhisme. Ja, laten we het dan zo even noemen. In hoeverre lijkt dat nog op wat er in Aziatische landen bedreven wordt? Ja, dat is weer een interessante vraag. Wordt daar ook gemediteerd? Het wordt ook gemediteerd, maar in heel veel minder mate dan wij dat vaak ons voorstellen. Dus als je denkt, in die klassieke, heel bekende meditatiepraktijken, ook in het Westen, is de Zen-boeddhistische meditatiepraktijk. Maar in het klassieke Zen-boeddhisme ben je eigenlijk meditatie bezig alleen tijdens de opleiding om priester te worden voor een boeddhistische tempel. Dus het is 1 jaar van je leven. Ja. En dan hoeft het niet meer. Maar door de hele grote belangstelling in het Westen en heel veel mensen die dan ook naar Japan gaan om het authentieke Zen-boeddhisme te beleven, is er ook in Japan meer belangstelling voor de meditatiepraktijk gekomen. Maar soms doen mensen echt grapjes dat als je naar een meditatieretreat gaat in Azië, dat je vaak westerse leraars tegenkomt. Die worden geïmporteerd om met meditatiepraktijk onderwijs te geven. Dus wij hebben het boeddhisme daar vandaan gehaald. We hebben een soort van eigen vorm ontwikkeld. En nu gaan we weer terug om onze eigen... Het is echt zo'n soort wisselwerking. Je hebt natuurlijk ook boeddhistische leraars die meditatieonderwijs geven. Maar het interessante is, als je hier in Nederland of in Duitsland of in de VS naar een inleidende cursus gaat, dan ga je meestal met de meditatie beginnen. Omdat mensen met één iets dat ze met hun lichaam kunnen doen. Ja. En ook zelf beleven. En ik denk dat is het belangrijke punt voor westerse mensen. Maar in Singapore, 1,5 jaar geleden, heb ik een cursus gedaan met een Chinese non. Die gericht was op mensen die eigenlijk het boeddhisme wilden ontmoeten. En de eerste 6 uur waren we alleen bezig met heel traditionele boeddhistische ideeën. En meditatie kwam pas aan het einde. En ik had 4 Nederlandse vrouwen naast mij. 1 man uit Ierland, 1 man uit Engeland en 1 vrouw uit Singapore zelf. En al die westerse mensen waren zo'n beetje, ja, maar wanneer gaan we beginnen met de meditatie? Ja. Was wel opmerkelijk. Ja, ja, het verschilt natuurlijk met, hè, er zijn, ik denk, Aziatische mensen uit boeddhistische landen, of in ieder geval die opgroeien met die traditie, die krijgen dat natuurlijk van nature mee. En hier mensen gaan op zoek naar iets. Wat is het dat mensen drijft? Waarom komen mensen bij de boeddhisme terecht, denk je? Nee, ik denk, het heeft wel iets te maken met het positieve beeld dat wij hebben van het boeddhisme, zonder dat we een heel concrete idee hebben wat het eigenlijk is. Ja. Maar ik doe dat nu al jaren onderzoek en iedere keer dat ik iemand vertel, ik werk over het boeddhisme, krijg ik te horen, oh ja, als ik ooit voor een religie zou moeten kiezen, dan wel voor het boeddhisme. Ja. En als je dan vraagt, ja, maar waarom? Nou ja, geen oorlog en dan heb je meditatiepraktijk en dan kijk je naar de Dalai Lama en die ziet er altijd heel gelukkig in zichzelf rusten uit. Dus een heel positieve associaties die bij het boeddhisme terechtkomen. Maar ook het idee, en ook zo wordt het wel ook verklaard aan newcomers in het Westen, dat je meteen met je eigen ervaring aan de slag gaat. Dus je gaat niet met ingewikkelde religieuze ideeën ten eerste aan de slag, maar je gaat zitten op het kussen, je gaat leren ademen en te zitten. En mensen hebben het gevoel dat ze meteen een soort effect voelen, omdat ze zijn met het lichaam bezig, niet alleen met het luisteren naar iets. Ja. Ja, want dat is een van de dingen die jij net natuurlijk ook al noemde en misschien ook wel aansluit bij dat Pentecostalisme wat je al noemde, waar ook en met die hakken op de vloer en waar op eigenlijk een vrij uitbundige manier die religie bedreven wordt, in ieder geval waar het lichaam heel erg een rol speelt. Is dat iets dat mensen in dat missen misschien aan de protestantse traditie zoals wij die hier hebben? Ik denk het zal wel een van die punten zijn die ervoor kunnen spreken, maar ook dat mensen het idee hebben, ik kan dat maar even zo voor mezelf doen. Ik moet niet meteen aansluiten bij een boeddhistische groep. Ik moet mij niet meteen bekeren tot het boeddhisme. Ik kan nog wel zo'n meditatiecursus volgen. Ja. En die biografische interviews die ik heb gedaan in Duitsland, helaas, niet hier, maar uit andere onderzoeken, uit andere westerse landen blijkt een beetje hetzelfde patroon. Dat mensen vaak met een soort meditatiepraktijk beginnen en pas in de loop van de tijd verder gaan lezen over het boeddhisme en misschien
pas 10 jaar later bij een boeddhistische groep gaan aansluiten. Dus we hebben die 50.000 mensen gemiddeld in Nederland. Heel veel zijn daar migranten uit China, Thailand, Vietnam. Dus die een boeddhistische opvoeding hebben. Maar we hebben rond 500.000 mensen die tonen dat ze het boeddhisme heel aantrekkelijk vinden of bepaalde sympathieën hebben. En dat zouden natuurlijk wel mensen kunnen zijn die een soort meditatiepraktijk maar in een meer seculiere omgeving doen. Mm-hmm. Niet aangesloten bij het boeddhisme of niet met het idee dat het boeddhisme nu een religie is. Is dat typisch voor deze tijd? Want het klinkt een beetje als de individualisering van de religie, waar het vaak... Kijk, mevrouw zei, ik kom nog een paar keer bij je terug, denk ik, dat het over verbinding gaat. Maar wat ik jou nu hoor zeggen, is dat eigenlijk die gemeenschappelijkheid, die speelt helemaal niet zo'n grote rol. Vaak niet in het eerste, niet als primaire factor. Maar wat je dan ziet uit die biografische interviews, is dat mensen beginnen met een meditatiepraktijk, meestal uit heel individuele redenen of behoeftes. Maar door de gemeenschap waar zij die praktijk beoefenen, eigenlijk leren dat het steunt, hun eigen praktijk kan steunen, dat er meerwaarde zit in een gemeenschappelijke praktijk. Dus dat mensen zeggen, oh, ik heb echt moeite eigenlijk een regelmatig meditatiepraktijk door de week heen te doen, maar als ik weet, ik ga 2 keer per week op maandagavond en donderdagavond naar de groep, mm-hmm. en we doen het gezamenlijk, en dan heb ik ook mensen met die kan ik erna over praten, die ervaringen, hoe werkt het met jouw praktijk, heb je aanbevelingen, of komt er weer een boeddhistische leraar die... Dus er komt met een gemeenschappelijke factor bij, maar dat is niet de factor waarom mensen daar ten eerste naartoe gaan. Dat is meest iets dat in het proces gezien wordt, beleefd wordt en dan gewaardeerd wordt. Zie je nu nog bepaalde ontwikkelingen daarin? Zijn er veranderingen gaande in dat boeddhisme in het Westen, andere vormen die bijvoorbeeld dominant worden? Ja, je hebt nog steeds wel dat je eigenlijk 2 vormen van het boeddhisme hebt die in het Westen aanwezig zijn. En dat is het boeddhisme wat wij vaak het traditionele boeddhisme noemen, dat door migranten beoefend wordt, meestal eerste en tweede generatie. En het boeddhisme dat door Westerse, vooral het meditatieboeddhisme dat beoefend wordt. Maar je hebt natuurlijk ook door langere aanwezigheid dat die 2 groepen soms ook dichter bij elkaar kunnen komen. Dat het boeddhisme zou ook meer belangstelling kunnen krijgen binnen opleidingen. We hebben ideeën van dat meditatiepraktijken in het context van spiritual care of palliatief care belangrijk zou kunnen worden. Dus ik denk, er zijn nog allerlei ontwikkelingen mogelijk. Ja, en als we het dan hebben over dat boeddhisme in Aziatische landen, zie je dat daar hetzelfde aan de gang is als hier? We hadden het over ontkerkelijking. Is dat iets dat daar eigenlijk ook speelt? Of is het dan die onttempeling? Ja, onttempeling, inderdaad. Maar je hebt wel in Japan bijvoorbeeld echt het probleem dat sommige tempels juist buiten de grote urbane centers een beetje moeite hebben om te overleven. Mm-hmm. Dat heeft ook met de financieringsstrategieën van deze tempels te maken. Maar wat je ook ziet, juist in urban centers, dus de stedelijke centra in Azië, dat daar eigenlijk een soort, vergelijkbaar naar het westerse boeddhisme, een heel moderne manier van... vooral meditatiegericht boeddhisme een rol speelt. Dus in Singapore had ik wel mijn huisbaas, was een jonge man, die zegt, ja, ik ga dit echte boeddhisme beoefenen. Weet je, daar gaat het over meditatie, daar gaat het over het naar binnen kijken. Maar mijn ouders, klassieke Chinese boeddhisten, ja, die doen het nogal een beetje op een andere manier. Dus daar zie je eigenlijk ook wat ik hier noemde, het traditionele of het migrantenboeddhisme en het westerse boeddhisme, zit daar eigenlijk in 1 familie, in 1 Chinese familie, in dezelfde stad. Dus daar zitten ook eigenlijk die 2 vormen van boeddhistische praktijk naast elkaar. Ja, en je ziet daar dus ook dat die jongere generatie, dat die eigenlijk dat westerse meditatieboeddhisme wel interessant vinden. Het is eigenlijk globaal verschijnsel, zou je bijna kunnen stellen, tenminste in stedelijke omgevingen. Ja, geldt dat ook bij andere... Nou, ik denk, zo gaat het altijd toch met religieuze tradities. Ze passen zich aan, ze verspreiden, ze raken weer met elkaar verstrengeld. Dat is eigenlijk een soortgelijk verhaal. Kan je ook over het christendom als wereldreligie of over de islam vertellen. Ik denk, ik begrijp ook Katja niet zo dat ze zegt, je hebt het echte Aziatische boeddhisme en dan heb je het westerse. Dat is eigenlijk iets heel anders. Dat is geen boeddhisme. Nee, het is ook boeddhisme. En ik vind het zo boeiend hoe dus die ontwikkelingen hier dan weer worden teruggekoppeld en dat... zal blijven veranderen. Ja, jij zegt ook dat is eigenlijk niet iets dat je moet veroordelen, maar dat moet je gewoon accepteren dat dat zo is. Je moet beseffen dat religies altijd in ontwikkeling en in beweging zijn, omdat alleen religies die zich zeg maar aanpassen aan veranderende maatschappelijke omstandigheden en aan veranderende behoeftes,
zullen blijven. Ja. Religies die dat op de een of andere manier niet kunnen, die stoppen, die gaan teloor. En er zijn heel veel religieuze tradities die niet meer bestaan, om allerlei redenen. Maar het boeddhisme, het christendom, islam, ook jodendom zijn springlevend. Omdat ze juist tradities zijn die zo dynamisch zijn dat ze zich aan nieuwe omstandigheden voortdurend kunnen aanpassen. Ja. Dat maakt het voor ons zo interessant. En inderdaad, we zitten nu in een tijd enerzijds van individualisering, tegelijkertijd een behoefte van toch een soort gemeenschap. Mensen mm-hmm. zoeken naar dingen die ze met elkaar delen. En daar is ook, dit is ook een tijd van enorme behoefte aan sensaties, beleving. Dat zien we ook in een seculiere context. Reclames en zo spelen daar ook allemaal op in. Ja. Nou, en religieuze tradities nemen dat ook op. En ja, het is niet zo dat de religie zich los van al het andere ontwikkelt. Nee, absoluut niet. We denken altijd over religie als onderdeel van maatschappij en cultuur. Ja. Dat is denk ik ook heel kenmerkend voor religiewetenschappers. Dus wij kijken niet alleen van binnenuit een religieuze traditie, maar steeds vanuit eigenlijk een breder maatschappelijk perspectief. Ja, we gaan zo met jou praten, Joas, ook hoe die islam zich ontwikkelt. Maar eerst is het tijd voor Janneke Jager, die is hier eigenlijk altijd. Ze is cabotière, creatief tekstschrijfster en ze verzorgt als zingende columniste intermezzo's op haar ukulele. Ze is naar eigen zeggen een drama queen met een vleugje Groningse nuchterheid. Ze begon haar carrière als cabaretier in 2011 met de voorstelling Afgelikte Boterham, waarvoor ze in 2013 de publieksprijs won van het Utrechts Cabaret Festival. Ze haalde de kwartfinale van het Leids Cabaret Festival in 2017, volgde ze een opleiding aan de Koningstheater Academie in Den Bosch en momenteel speelt ze met Femme Façade door het land, een kleinkunstvoorstelling waarbij ze wordt begeleid door twee muzikanten. Mag ik een groot applaus voor Janneke Jager. Ik begin iedere ochtend met een zonnegroet of 10. Daarna een serietje Ashtanga yoga in een vast ramin. Dan sluit ik af met 7 mantra's van Om Shanti Namaste. Daarna een lekker bakje koffie. Dan ben ik helemaal oké. Bij het ontbijt lees ik een krantje rustig op mijn telefoon. Dan check ik ook mijn horoscoop, ja dat vind ik heel gewoon. Even kijken of de sterren deze dag ook gunstig staan. Want als ik weet wat me te wachten staat, kan ik het leven beter aan. Ik ben een wandelend ritueel, want zo intens spiritueel. Het maakt niet uit welke religie, als het maar flirt met wat devotie. En als ik iets belangrijks heb, dan steek ik eerst een kaarsje aan op mijn huisaltaar waar Boeddha en Maria naast elkaar staan. Dan zuiver ik de ruimte met een bosje salie uit Peru en zeg intenties naar de universe, al is dat best een hoop gedoe. En als kerst is aangebroken zit ik vooraan bij de mis en zeg ik na een hostie vroom mijn geloofsgetuigenis. Er is geen één traditie die me op zijn minst bekoren kan, want voor het betere diëten doe ik zelfs mee met Ramadan. Ik ben een wandelend ritueel, want zo intens spiritueel. Oh yeah, het maakt niet uit welke religie, als het maar flirt met wat emotie. Ja, ik wil alles wel proberen. Van een tripje ayahuasca tot me het schompens mediteren. Een keer naar Compostela lopen. Van een sjamaan geluksdrank kopen. En al kost het best wat geld voor ik verlicht en diepgaand ben, het is het allemaal waard voor likes op Instagram. La 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 la. Shalom, halleluja. Janneke Jager. Wauw. Oh.
wat is, is komt het goed? Fantastisch. ja, even een schakel. We gaan het hebben over de islam. Er wonen bijna 1 miljoen moslims in Nederland. Dat is 5,1% van de Nederlandse bevolking. De islam die kreeg je natuurlijk voet aan de grond vanaf de jaren 60 en 70... toen Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten hier naartoe kwamen. En nu is de islam de tweede religie van Nederland. Nou, hoe heeft de islam zich in deze nieuwe omgeving ontwikkeld? En is de beleving van jongere generaties anders dan die van de ouders? Daar gaan we het over hebben met jou, Joas. Docent en onderzoeker islamstudies aan de Universiteit Utrecht. En ik heb ook een boek meegenomen van jou. Dat heb jij geredigeerd. Dat is vorig jaar uitgekomen. Wie is er bang voor religie? Ik hoop niemand na deze avond. Dat is vorig jaar uitgekomen bij uitgever Parthenon. Dus mocht je nog meer willen lezen, dan kun je dit boek aanschaffen. Zoals ik al zei, natuurlijk in de jaren 60 en jaren 70 zijn arbeidsmigranten hier naartoe gekomen uit Marokko en uit Turkije. Nu zijn we een aantal decennia later. Zou je kunnen zeggen dat er een Nederlandse vorm van de islam is ontstaan? Oeh, dat is een goeie. In zekere zin wel, omdat heel veel van de mensen die hier naartoe zijn gekomen, de islam is overigens al wel eerder begonnen natuurlijk. Er waren ook veel mensen uit voormalig Nederlands-Indië hier, die echt 100 jaar geleden al moslim waren. Ook wat bekeerlingen, want net zo goed als dat nu het boeddhisme populair is, is er ook een tijd geweest dat je bekeren tot de islam populair was in Nederland. Maar dat hebben wij allemaal niet meer meegemaakt. En dat was in de koloniale tijd? In het interbellum, ja, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar het is wel zo dat heel veel immigranten uit Marokko en Turkije hun eigen islam mee hebben genomen. En zeker in Turkse hoek zie je dat nog steeds heel sterk, dat het echt een Turkse variant van de islam is. Waarbij bijvoorbeeld ook in het Turks gepreekt wordt, wat helemaal niet per definitie een belangrijke taal is in de islam. Maar in de Marokkaanse sfeer zie je wel dat de mensen ook een duidelijk Marokkaanse islam hadden. Ook vaak laag opgeleid waren de mensen die hier kwamen. En je zag dat veel Marokkaans-Nederlandse jongeren daar op een gegeven moment wel tegen ingingen. Vaak ook goede opleiding hadden, misschien wat minder binding hadden met het thuisland van hun ouders. En dat ook een beetje tegen een opstand kwamen. En een van de dingen die ze dan deden was zeggen van, nou, wij willen eigenlijk wel eens weten van waar komt dat allemaal vandaan? En is dat eigenlijk wel islamitisch of is dat misschien eigenlijk stiekem Marokkaans? Dus je ziet dat in die zin een soort demarokkanisering, als we dan toch interessante woorden aan het verzinnen zijn, dan voer ik er ook mee toe. Dat optrad en dat mensen vragen daarover gingen stellen. En dat op allerlei manieren deden. Dat bijvoorbeeld vrouwen dachten bij zichzelf, ja, er wordt altijd gezegd, de vrouw wordt onderdrukt in de islam. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Wij zijn dat van huis uit gewend, vanuit de Marokkaanse cultuur misschien, maar je ziet dat voor veel vrouwen de islam juist een emanciperende werking kan hebben. Andere mensen die bijvoorbeeld voor het salafisme kiezen, die zeggen dat is nou juist een variant van de islam in hun ogen die helemaal niet cultureel besmet is, maar die juist de zuivere islam vormgeeft. En in die zin is salafisme niet alleen een variant van de islam die misschien in de ogen van heel veel mensen streng is, maar heeft ook iets subversiefs, iets dwars, iets tegen je ouders ingaan. En in die zin zou je kunnen zeggen dat dat een min of meer een Nederlandse islam aan het worden is. Dus je ziet eigenlijk dat die islam losgekoppeld wordt van de landen waar misschien de ouders van die nieuwe generaties vandaan kwamen. Ja. Dus je ziet eigenlijk de oude natie wordt losgekoppeld van de religie en die religie krijgt opnieuw vorm in het nieuwe land waar het op dat moment is. Ja, nou eigenlijk, dat gebeurt natuurlijk niet zonder slag of stoot. Want je ziet dat vanuit Marokko en zeker vanuit Turkije belangrijke pogingen worden gedaan om de eigen gemeenschap erbij te houden. Dat vanuit Marokko en vanuit Turkije ook gezegd wordt van, nou, jullie zijn Marokkanen en Turken en jullie blijven Marokkanen en Turken. Dus dat is één. Ten tweede worden er ook vanuit beide landen predikers naar Nederland gestuurd. Er worden zelfs preken naar Nederland gestuurd om echt aan de imams te geven in moskeeën. Dat er vanuit het ministerie van Religieuze Zaken in Turkije bijvoorbeeld echt naar Nederland preken worden gestuurd die letterlijk in verschillende Turkse moskeeën in Nederland gepredikt worden. Dus dat is wel een proces waar ook tegenwerking in zit vanuit de overheden van Marokko en Turkije. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel mensen zijn die vinden het eigenlijk wel prima, die Marokkaanse islam en die Turkse islam. Dus het is zeker niet zo dat
we nu een Nederlandse islam hebben. Dat is echt een proces dat met veel horten en stoten gaat. En want je noemde al eigenlijk die vrouwen. Emancipatie als een van de onderwerpen. Wat zijn andere dingen die misschien de afgelopen jaren veranderd zijn in die beleving van de islam? En ja, misschien dingen die jonge mensen hebben gezegd, nou, dat willen we niet meer doen, dat doen we anders, want dat past niet meer, bijvoorbeeld. Nou, een van de dingen die men anders doet, is de organisatie vormen. Je zag dat er vroeger allerlei moslimorganisaties waren die door heel veel jongere mensen, denk ik niet zozeer aan jeugd, maar ook gewoon mensen, laten we zeggen, onder de 40. Dan hoor ik er geloof ik ook nog bij. Dat is niet de reden dat ik die leeftijd koos, hoor. Maar die zeiden van, ja, die organisaties die vertegenwoordigen ons gewoon helemaal niet. Dat zijn gewoon oude mannen en die zijn helemaal niet wegwijs in de Nederlandse maatschappij. Maar die zijn toevallig wat ouder en die hadden prominente posities in de arbeidersbeweging of iets dergelijks. En die vertegenwoordigen ons nu. Maar wij willen zelf onze gemeenschap vertegenwoordigen. We willen bijvoorbeeld mensen die hoog opgeleid zijn. We willen mensen die goed Nederlands spreken. We willen mensen die de Nederlandse cultuur en maatschappij goed kennen. Dus dat is één manier waarop men echt anders is, de organisatievorm. Een andere manier waarop men anders probeert te zijn, is dat men niet meer gewoon alles aanneemt van de imams bijvoorbeeld ook. En dat heeft er ook mee te maken. Imams die bijvoorbeeld ook niet goed Nederlands spreken, de praktijk in de Nederlandse maatschappij helemaal niet kennen. Dat neemt men niet meer zomaar van ze aan. En je ziet dat jongeren om die redenen dus ook op zoek gaan naar alternatieven en die soms ook vinden. Zijn er nog specifieke rituelen die dan bijvoorbeeld er anders gaan op dit moment? Nee, dat niet. Je ziet in de islam een heel belangrijk ritueel, of eigenlijk het belangrijkste ritueel, is het gebed. Nou ja, dat doe je of dat doe je niet. Of je doet het bijvoorbeeld een paar keer of je doet het 5 keer per dag. Maar dat is niet iets dat veranderd is. Er zijn wel verschillen tussen rechtsscholen in de islam, maar dat is niet iets dat aan veranderingen onderhevig is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld vasten tijdens de maand Ramadan. Dat is ook iets, ja, dat gebeurt gewoon. Wat je wel ziet is dat men in Nederland, juist omdat men meer en meer besef heeft van dit is ons land, wij zijn Nederlanders en wij horen hier en wij hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen, dat men wel zegt van wij eisen ook die rechten op. Waar ouderen Nederlanders van Marokkaanse afkomst bijvoorbeeld al blij waren als ze een oud schuurtje kregen of, nou ja, weet ik veel wat voor oud gebouw, waar ze dan een moskeedienst konden houden op vrijdag, zie je nu mensen die zeggen van nee, wij willen gewoon een moskee. We willen gewoon een mooie moskee met mooie architectuur en wij hebben gewoon dat recht. En dat zie je bijvoorbeeld met de Blauwe Moskee recentelijk in Amsterdam, waar er heel veel discussies zijn over, ja goed, waarom mogen wij geen versterkte gebedsoproep hebben? Ja. Ja, ik ben in Brabant opgegroeid en ik woonde vlakbij Waalwijk. En ik was gewend dat ik ging dan altijd met mijn moeder naar de markt. En dan hoorde ik op vrijdag altijd een gebedsoproep. Dus ja, toen ik dat hoorde in Amsterdam, dacht ik van, nou ja, Amsterdam is toch een stuk diversere stad dan Waalwijk. Dus waarom is dat zo'n probleem? Maar dat heeft te maken met de gevoelens die het oproept. Het heeft met allerlei zaken te maken. Maar je ziet wel dat meer en meer moslims zeggen van nee, dat willen wij gewoon. Wij hebben daar recht op. Dus we gaan niet meer dankjewel zeggen. We willen dat gewoon als burgers. Ja, laten we het heel even hebben over die gevoelens. Want ik denk dat we er ook niet omheen moeten draaien. Dat er in Nederland veel vijandigheid is tegen moslims. Ze liggen voortdurend onder een vergrootglas. Ze worden als geheel verantwoordelijk gehouden voor van alles en nog wat. Hoe gaan moslims daarmee om? Want dat lijkt me ontzettend lastig. Ja, op verschillende manieren. Je ziet dat er moslims zijn die de neiging hebben om zichzelf te verdedigen. Bijvoorbeeld als er aanslagen gepleegd worden in naam van de islam, om dan te zeggen, ja, maar ik heb er niks mee te maken, ik ben het er niet mee eens. En om afstand te nemen van aanslagen waar zij zelf niet voor verantwoordelijk zijn. Aanslagen die ook niet in hun naam zijn gedaan, maar wel in de naam van hun godsdienst. Dus dat is één keuze. Een andere keuze is voor mensen die juist in de verdediging schieten en die mensen gaan verdedigen waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Die bijvoorbeeld een groep als Al-Qaeda gaan verdedigen van, oké, ze zijn het er totaal niet mee eens en ze veroordelen eigenlijk in hun hart het terrorisme ook wel. Maar tegelijkertijd zeggen ze van, ja, maar het zijn wel mede-moslims en die liggen onder vuur om redenen die niet altijd terecht zijn, net als ik. En dan voelen ze toch een soort solidariteit daarmee. En er is ook een heel grote groep moslims die het gewoon helemaal kotsbeu is.
Ja. Die helemaal zat is om voortdurend mee geassocieerd te worden. Die de oren spitsen als er weer iets gebeurt. Die denken bij zichzelf, oh, laat het alsjeblieft geen moslim zijn die dit gedaan heeft, want dan komt de hele heibel weer. En die elke keer als er een klein incident is, meteen in een bepaalde houding schieten. Het zijn verdedigend, het zijn goedpratend, het zijn, och jongens, een bron van frustratie. Dus het is ook iets dat heel vermoeiend is voor heel veel mensen. En wat voor invloed heeft dat op hun geloofsbeleving? Nou, het heeft denk ik op hun geloofsbeleving, als het gaat om bijvoorbeeld wat je net zei, rituelen en zo, daar heeft het denk ik geen invloed op. Het heeft denk ik wel invloed op hoe ze kijken naar de islam. Hè? Je ziet dat bijvoorbeeld mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst vroeger werden gezien als gastarbeiders of als vreemdelingen, misschien daarvoor nog als allochtonen. Maar er is op een gegeven moment een tendens gekomen om ze niet meer als een van die groepen te zien, maar vooral als moslims te bestempelen. En dat is iets dat veel moslims zich ook eigen hebben gemaakt. Dat ze zich toe hebben geëigend en eigenlijk zoiets van, ja, als we dan moslims zijn, dan zijn we ook moslims. En ik denk dat een deel van de hernieuwde belangstelling die er onder jongeren is voor de islam, mede daaruit voortkomt. Ja, want er zijn ook experts die zeggen, juist die salafistische jongeren, die worden salafistisch hierom. Nou, ik denk dat de reden waarom mensen salafistisch worden, dat het heel verschillend is. Dat kunnen verschillende redenen zijn. Maar ik denk wel dat het onder andere te maken heeft met dat bewustwordingsproces van, hey, ook kennelijk worden we gezien als moslims. Dat mensen zich daardoor erin gaan interesseren. Ze willen zich afzetten tegen hun ouders, afzetten van de traditie van hun ouders. Ja. Dus dat zijn inderdaad manieren of redenen die niet daadwerkelijk met de doctrines van het salafisme zelf te maken hebben, waardoor het toch aantrekkelijk wordt. Ja, dus je eigent je dat dan toe. Hè? Wij worden gezien als moslims de hele tijd. Dan zullen we het ook zijn. Ja. Leidt dat ook tot conflicten binnen die gemeenschap? Ja, absoluut. Zeker. Bijvoorbeeld tussen jong en oud. Je ziet dat oudere mensen het idee hebben van, ja, maar zo doen wij dat nou eenmaal. En dan komt er in één keer een snotneus van 16 die denkt dat hij het veel beter weet. Want die citeert dan links en rechts Koranteksten, want dat heeft hij van internet afgehaald bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan hebben die ouders zoiets van, ja, maar jongens, zo doen we dat al honderden jaren. En zo hebben we dat van huis uit meegekregen. En je moet je ouders respecteren. Dus dat is een soort generatiekloof, zou je kunnen zeggen. Het heeft ook te maken met tradities. Je ziet dat er, zeker binnen de Marokkaanse islam, een heel sterke neiging is om de traditie zoals die door de jaren heen is ontstaan te eerbiedigen en te respecteren en het eigenlijk te zien als een optelsom van alles wat er in het verleden is gebeurd. En die optelsom die heeft waarde op zich. Terwijl er ook heel veel jongeren zijn die zeggen van, ja, nee, maar waar draait het nou eigenlijk om? Het draait om de Koran en het leven van de profeet Mohammed. En die hebben een heel ogenschijnlijk sterke waarheidsclaim, omdat ze kunnen zeggen van, ja, dat doe je nou wel, maar de profeet Mohammed heeft gezegd, A, denk je dat je het beter weet dan de profeet Mohammed? Of staat in de Koran, B, denk je dat je het beter weet dan God? Zulke soort argumenten krijg je dan. En het is heel moeilijk voor mensen die het er niet mee eens zijn, maar die weliswaar toch geworteld zijn in eeuwenoude tradities, om zich tegen zulke soort, ja, ogenschijnlijk zeer sterke argumenten te verdedigen. En dat leidt echt tot grote conflicten. Ja. Als we eens kijken naar de wereld, even wat breder. Jij doet zeker niet alleen onderzoek in Nederland. Wat zijn brede ontwikkelingen binnen islam die je op dit moment ziet? En misschien kun je daar je wel richten op de misverstanden die er hier in het Westen daarover zijn. Ja, ik denk dat een van de belangrijke ontwikkelingen is dat er een steeds groter besef komt onder Soenitische moslims, 85% van de moslimbevolking in de wereld is Soenitisch en de rest is Shiïtisch, dat men zich meer en meer bewust wordt van het salafisme. Er zijn nogal wat mensen geweest in de persoonlijke sfeer die bijvoorbeeld denken van, nou, vroeger ging onze zoon, die ging voortdurend uit met meisjes en die dronk en die gebruikte misschien ook nog wel eens drugs en dat vonden we allemaal niet goed, maar op een gegeven moment wordt hij vromer en dat juichte men toe. Tot men op een gegeven moment dacht van, hé, maar hij gaat een kant op. En dan bedoel ik niet radicalisering of iets dergelijks, hoor. Daar heb ik het helemaal niet over. Maar die gaat een kant op richting het salafisme. En dat zijn doctrines en ideeën en waarderingen van onze traditie die ons eigenlijk vreemd zijn. Waardoor een aanvankelijk goedkeurende houding soms omslaat in een afkeurende houding. En dat is eigenlijk iets dat je in de persoonlijke sfeer vindt, maar ook op wereldschaal. Waarbij meer en meer mensen zich bewust worden van, hey, die salafis, dat zijn niet gewoon soenieten zoals wij, alleen dan net iets vromer, maar dat zijn echt mensen die andere ideeën aanhangen. En
Dat is een besef dat bijvoorbeeld in 2016 ertoe geleid heeft dat er in de hoofdstad van Tsjetsjenië, in Grozny, een conferentie is gehouden waarin men ging zeggen, wat betekent het nou om soenitische moslim te zijn? En dat men daar geen salafies heeft uitgenodigd en ook expliciet in de definitie waar men mee kwam, een soort concilie zou je kunnen zeggen, om een christelijke term te spreken, expliciet het salafisme uitsloot. En dat is een heel duidelijk teken van dat men zich bewust is van wat men ziet als het salafistische gevaar. En men koppelt dat dan heel erg sterk, overigens niet altijd terecht, aan Al-Qaeda en IS. En op die manier kan men het ook weergeven als een soort gevaar waar we allemaal onder te lijden hebben. En waar we ook allemaal tegen zouden moeten strijden. Maar dat is een heel belangrijke ontwikkeling op wereldschaal. En maar hoe groot is die invloed van het salafisme? Want die speelt dus in elke soenitische gemeenschap een rol. Ja, je ziet dat het salafisme een minderheidsgroepering is, maar omdat ze zulke ogenschijnlijk sterke argumenten hebben, zie je dat de tegenstanders van salafisme zich soms zelfs ook genoodzaakt zien om het salafisme te bestrijden in termen van het salafisme. Dus dat ze niet zeggen van, oké, maar op basis van onze traditie doen wij dat anders dan jullie, maar dat ze zich genoodzaakt zien om net als die salafies rechtstreeks uit de bronnen te citeren, om salafies mee om de oren te slaan. En dan staan salafies eigenlijk al 1-0 voor, zou je kunnen zeggen. Omdat ze dan ze gaan bestrijden met middelen waar ze zichzelf eigenlijk niet heel erg prettig bij voelen. Dus dat is een heel belangrijke ontwikkeling. Een andere belangrijke ontwikkeling is natuurlijk de globalisering. Ja. Je ziet dat solidariteit met de Palestijnen, die is natuurlijk al heel oud. Maar tegelijkertijd, ja, als er daar iets gebeurt, dan weten we het binnen 5 minuten, bij wijze van spreken. Een heel interessant voorbeeld is de Oeigoeren in China. Een paar jaar geleden had niemand ooit van de Oeigoeren gehoord. Maar nu in één keer is Jan en Alleman solidair met ze. En dat wil ik niet veroordelen of iets dergelijks. Maar je ziet wel dat een fenomeen is van, juist omdat we daar zoveel over horen, de Chinese poging om dat te voorkomen ten spijt, zijn mensen er solidair mee? En is er een soort wereldwijde islamitische identiteit? Ook dat is niet nieuw. Iemand als Jamal Adin al-Afrani, een man die eind 19e eeuw al overleed, die probeerde dat ook al. Ja. Om mensen zich primair te laten identificeren als moslims. Maar dat gaat nu een stuk makkelijker, omdat we voortdurend horen over allerlei zaken waar moslims bij betrokken zijn. Maar eigenlijk sluit dat ook heel goed aan bij wat jullie zeggen. Je ziet dus een modernisering van het geloof. Mensen kunnen vooruitkijken, maar kunnen ook zeker teruggrijpen. Of kunnen eigenlijk een nieuwe vorm van de islam maken. In dit geval gebaseerd op de bronnen uit het verleden. Maar je ziet ook dat religieuze groepen heel erg met elkaar in verbinding zijn. En dat ze elkaar beïnvloeden. Zeg ik dat goed? Absoluut. Ik zie dat zeer sterk ook in Ghana. Ik ben op dit moment bezig met een onderzoeksproject gericht op het samenleven van moslims en christenen in een bepaalde wijk van de hoofdstad Accra. En ik stel vast dat in principe ook het land Ghana en de hoofdstad Accra natuurlijk ook onderdeel is van een heel groot geopolitiek religieus veld. Ik zie dus een toename van investeringen vanuit Saudi-Arabië, Kuwait, allerlei landen in het Midden-Oosten, die dus investeren om een achtergestelde groep, wat moslims in Ghana lang waren, eigenlijk ook vooruit te helpen. Dus dat zijn dan vaak ook projecten voor ziekenhuizen enzovoort. Maar ook salafistische ideeën worden sterker. Mensen gaan naar Saudi-Arabië om te studeren enzovoort. Tegelijkertijd zijn allerlei Amerikaanse zendingsgenootschappen heel erg actief. Voor een deel ook Europese zendingsgenootschappen die heel sterk inzetten op evangelicale en pentecostale bewegingen. Dus mijn indruk is dat men enerzijds nog steeds aan de grond heel goed samenleeft. Maar het is wel zo dat dus door die aanwezigheid van het buitenlandse geld en buitenlandse zendelingen bepaalde dingen veel meer op scherp komen te staan dan nog 20 jaar geleden het geval was. Dus je merkt eigenlijk dat globalisering inderdaad effect heeft op de manier waar heel lokaal mensen zich identificeren. Ook in Ghana is het zo dat moslims vinden dat ze heel lang achtergesteld waren en zich nu eigenlijk hun rechten ook als citizens veel sterker willen claimen. Dus dat resoneert. Dat je een heel fijnmazig net krijgt. Ja. Ja, van verbindingen wereldwijd. Ja, en tegelijkertijd ook wat Birgit zegt, die invloed van bijvoorbeeld, vanuit bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Kuwait, een land als Indonesië, zie je dat er heel veel syncretistische vormen van godsdienst zijn.
de islam en het boeddhisme met elkaar vermengd worden. En dat gaat al heel lang zo, maar dat is voor mensen uit Saudi-Arabië en Kuwait is een doorn in het oog. Dus het is tegelijkertijd de islam die zij promoten, is ook een islam die helemaal geen rekening houdt met lokale gevoeligheden. En een soort one size fits all islam wordt, die eigenlijk juist vanwege de grote hoeveelheden geld die ze hebben, de grote hoeveelheden sprekers en predikers die ze daar naartoe sturen, de scholen die ze opzetten, het goede Arabisch onderwijs dat ze geven, over die lokale vormen heen dendert. En dat is ook weer iets dat voor die mensen in de regio zelf, en in dit geval Indonesië zelf, ja, met leden ogen wordt aangezien. En dat is eigenlijk een islam die zich helemaal niet aanpast aan dat land. Dat is niet, zeker niet de bedoeling, nee. Dat is juist een islam die in ieder geval de pretentie heeft dat het boven alle culturen verheven is. Ja. Maar je vindt iets soortgelijks ook weer op het gebied van het christendom. In Ghana, Nigeria, andere landen. Dus dat idee dat het christendom juist moet Afrikaniseren om heel erg inheems te worden gemaakt, is ook omstreden. Dus daar zijn met name de Pentecostals zijn heel kritisch op inheemse Afrikaanse, de independent churches, en zeggen nee, je moet eigenlijk weg van al die culturaliseringen, toch weer naar het echte geloof. En dat is toch in essentie de relatie tussen jezelf en God, en je moet Bijbel lezen. En dat wordt, is heel sterk geïnd, eigenlijk op, geënt op wat we kennen uit het, zeg maar, Amerikaanse fundamentalisme en de evangelical movement al daar. Ja, maar toch, vaak heb je het op het discussieve level dat het wel heel sterk op elkaar lijkt. Zelf in Singapore, dat ik het gevoel heb, ik ben eigenlijk geconfronteerd met een soort Amerikaanse versie van evangelicale of Pinksterkerken. Maar als je dan toch een beetje sterker luistert, voel je toch dat het zich gaat inbedden in een lokale context. Niet noodzakelijk door syncretistische elementen op te nemen, maar toch om zichzelf plaatselijk belangrijk te maken. Moet je aansluiten aan lokale discoursen, belangstellingen, praktijken. Dus het lijkt vaak op een oppervlakkig niveau een beetje hetzelfde. Ja. Maar als je toch een beetje dieper gaat kijken, zie je vaak dat er toch een soort proces van lokalisering gebeurt. En je hebt het ook in de transnationale boeddhistische netwerken, die vaak niet alleen door westerse mensen worden gefinancierd, maar juist heel veel Tibetaans-boeddhistische centra in Azië en dan met name Singapore of Hongkong zijn echt gefinancierd door Chinese mensen, rijke Chinese mensen. En daar, ja, dus het is follow the money. Sometimes, dat is wel een interessante manier ook om te kijken wie financiert eigenlijk religieuze praktijken. Wil je meer over religie weten? Ja. Follow the money. Dat is eigenlijk. Dat is ook zo, ja. Nee, en dat is ook waar. Dus de scherpe kanten gaan daar natuurlijk af. Maar je ziet toch dat dit soort invloeden zich sterker manifesteren. Ja. Als er nog één ding over mag nog even, zeggen. En dan gaan we ook naar de vraag uit het publiek. Maar zeker, ga je gang. Nou, wat denk ik wel interessant is, ik denk wat Katja en Birgit zeggen helemaal waar is, maar tegelijkertijd zie je bij de islam toch ook een andere tendens. En dat heeft er ook mee te maken dat het aanpassen van de islam aan de lokale context, juist omdat de islam zo vaak onder vuur ligt, niet alleen nationaal, maar ook internationaal, heel makkelijk afgeschilderd kan worden als een concessie aan de ongelovige maatschappij, maar vooral ook aan de islamofobie. Mm-hmm. Zo van, eigenlijk hebben wij het recht om dit te doen, maar we passen ons aan omdat we de beste burger van het land willen zijn. Omdat we het beste jongetje van de klas willen zijn. Omdat we ons aan willen passen enzovoort. En daardoor kunnen zulke soort aanpassingen, of bijvoorbeeld moslims in Nederland die heel succesvol zijn, bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek, zoals de burgemeester van Rotterdam. Van Boutale. Precies. Die kunnen soms ook afgeschilderd worden als mensen die eigenlijk heulen met de vijand. Niet omdat de vijand nou zo duidelijk gedefinieerd is, maar gewoon puur omdat zij het spelletje dat door de niet-islamitische Nederlanders gespeeld wordt, op een heel goede manier meespelen. En ik denk dat het goed is om in te zien dat het juist de angst voor en de boosheid op de islam is die dat soort sentimenten stimuleert. Ja. Het is tijd voor jullie vragen. Mag het licht een beetje aan in de zaal? Dan kan ik jullie ook zien. Ja, is er iemand die wat te vragen? Ja. Als er nog andere mensen zijn, dan kan ik onderweg nog een andere vraag mee pakken. ja. Ik was aan het slapen. Gaat uw gang.
Ik ben zelf niet religieus en ik beschouw religieuze ideeën en gevoelens ook als een vorm van bewustzijn die zeg maar zo langs de tijd gehad heeft. Maar jullie zijn wetenschappers die grote religieuze godsdiensten bestuderen en daar van alles over weten. Wat ik eigenlijk helemaal niet gehoord heb, is dat ik heb en gehoord dat als een religie zich niet aanpast, dat het dan ten dood is opgeschreven. En in mijn beleving, dus ik ben heel benieuwd wat die meneer van de islam vindt van die enorme gap die er bestaat tussen de situatie waarin de islam is ontstaan en de moderne West-Europese wereld. En of u dan ook al onderdelen ziet waarin inderdaad de islam zich aanpast aan het West-Europese rationele individualistische denken en daarom ook binnen West-Europa of Westen zeg maar toch overlevingskansen heeft. Zal ik dat nu direct beantwoorden? Of? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, absoluut. Kijk, de 7e eeuwse situatie van het Arabisch Schiereiland waar de islam is ontstaan was natuurlijk heel anders. Dat hoeft geen betoog dan de situatie van het 21e eeuwse Nederland. Kijk, er wordt in deze context heel vaak gezegd, en dat zeg ik ook vaak tegen studenten, mensen roepen vaak wat de islam nodig heeft is een Maarten Luther. He, iemand die de knuppel in het hoenderhok gooit en die zegt we gaan het helemaal anders doen. Nou, kan u allemaal uit de droom helpen. De islam heeft al heel veel Maarten Luthers gehad. En dat waren mensen die heel andere doctrines nastreefden, die de Koran heel anders lazen, die op een heel vrouwvriendelijke of een heel vrouwonvriendelijke of een heel homovriendelijke of een heel homo-onvriendelijke, nou ja, noem maar op, al die manieren te werk gingen. Ik moet er eerlijk bij zeggen, dat is ze niet altijd in dank afgenomen. Sommige van die mensen zijn bijvoorbeeld ook ter dood veroordeeld om de ketterachtigheid van hun ideeën, zou ik maar zeggen. Maar dat zulke soort ideeën al lang en breed zijn ontwikkeld, dat is zeker waar. En er zijn bijvoorbeeld allerlei geleerden, zowel in de moslimwereld als hier, die ideeën hebben ontwikkeld over hoe je democratie kunt incorporeren in de islam. Zelfs zozeer dat er mensen zijn die zeggen, de islam is eigenlijk van het begin af aan een democratische religie geweest. Er zijn bijvoorbeeld islamitische feministen geweest die gezegd hebben dat wat de profeet Mohammed gedaan heeft voor de positie van vrouwen een stap in de goede richting was. En dat naar analogie van wat hij heeft gedaan we dat verder zouden moeten ontwikkelen. Dus dat de islam een heel vrouwvriendelijke godsdienst is. Het socialisme is gelegitimeerd op basis van de islam, maar het kapitalisme ook. Dus je kan het zo gek niet bedenken of er zijn moslimgeleerden geweest die dat hebben bedacht. Maar omdat de islam een heel diverse godsdienst is, is er niet één van die trends die de boventoon voert. Zoals dat misschien bij het christendom ook is, omdat het zo ontzettend divers is. Ja, precies. Ja. Maar ik vind het ook nog interessant dat u zegt, u denkt dat het geloof wel de langste tijd heeft gehad. Ik denk dat we, aan de ene kant heeft u gelijk, dus dat al meer mensen uit kerken gaan verlaten, dus het christendom is een vrij kleine religie hier geworden. Maar we zien niet dat mensen die dus het christendom achter zich laten, massaal atheïst worden en een puur materialistische kijk op het leven nahouden. Daarom praten wij over vormen van westers boeddhisme, over allerlei vormen van iets-isme. Ik denk dat het feit dat mensen het gros, zeg maar, toch kennelijk op zoek is naar iets, ook te maken heeft toch met het wezen van ons bestaan, van de mens, met allerlei grotere levensvragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn op een puur materiële manier. En daarom denk ik dat op de een of andere manier religie, dus in de zin van ook grote vragen omtrent zingeving, toekomst, verleden en zo, dat zijn vragen die mensen bezig zullen blijven houden. Net zoals vragen over waarde. Wat is waardevol? Wat is de moeite waard om mensen te verbinden? Dat zijn voor mij ook religieuze vragen. En wij zullen met dit soort vragen blijven zitten, denk ik. En in het antwoorden ervan wordt aan de ene kant een greep gedaan uit een heel
repertoire uit het verleden. En tegelijkertijd laat men zich inspireren langs, op een globale schaal. Dus wat doen mensen elders? Dus ik denk als religiewetenschappers zullen wij nog best veel werk hebben de komende jaren. Gelukkig maar. Ik had een vraag. Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Eén vraag is, je zei net dat over de islamitische praktijk, dat eigenlijk heel weinig is aangepast. Dus de rituelen en de diensten, ook de taal. Waar ligt dat aan dat dat niet is aangepast? Dat dan weinig verandert en veel hetzelfde is gebleven? Dat was de eerste vraag. Ja. En de tweede? De tweede vraag is eigenlijk meer met betrekking tot christendom hier in Nederland. Waar is het dan eigenlijk misgegaan in de traditionele kerken die hier zijn, dat die leegloop hebben? Waarom hebben zij zich niet aangepast? Waar ligt dat aan? Zullen we met Joas beginnen? Ja. Je ziet dat er wel degelijk moskeeën zijn waar bijvoorbeeld in het Nederlands gepreekt wordt. Maar dat men soms huiverig is om dat te doen. Om even een heel specifiek voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld die gebedsoproep. Laatst in Amsterdam bij de Blauwe Moskee. Dat er mensen waren, waaronder burgemeester Halsema van Amsterdam. Die zei van, nou ja, als het dan genormaliseerd moet worden. En als het dan moet laten zien dat de islam bij Nederland hoort. Waarom doen jullie het dan in het Arabisch? En dat was voor heel veel mensen een logische vraag. Aan de andere kant waren er ook veel moslims die dachten, ja, dat gebeurt nou eenmaal in het Arabisch. Dat is nou eenmaal een ritueel, als je het zo kan noemen, dat van oorsprong in het Arabisch gebeurt. De eerste persoon die dat ooit deed, deed dat in het Arabisch. Het Arabisch is de taal van de Koran. De Koran is geopenbaard volgens moslims in die taal, waarbij elke letter echt helemaal van God afkomstig was. Dus echt het letterlijke woord van God is. En in die taal dient dat te gebeuren. Dus men heeft er een religieus argument voor. Maar men heeft er ook een soort burgerschapsargument voor. Om te zeggen van, ja, wij willen dat nou eenmaal zo doen. En tenzij we de wet overtreden, waar bemoei je je mee? Waarom zouden wij dat niet op deze manier mogen doen? Kijk, als het gevaar oplevert of geluidsoverlast, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Dan hebben andere mensen er wat mee te maken. Maar dit heeft alles te maken met wat ik net zei. Dat meer en meer moslims zeggen, wij zijn burgers van dit land, wij zijn Nederlanders net zo goed als ieder ander, en dus mogen wij dat recht gewoon claimen. En als jij zegt, ik versta dat niet, ja, dan heb je gewoon pech. En daar heeft het ook mee te maken. Maar heeft het niet ook nog te maken met het feit dat de taal van de Koran ook heilige taal is? Ja, ja, zeker. Waarvan maar dat was het eerste argument. Precies. Zeker, ja. En dat, denk ik, is een heel ander taal. Concept als een protestants concept, ja. Dat niet uitgaat van de heiligheid van taal, maar juist de vertaalbaarheid erbovenop stelt. Ja, kijk, je ziet, je kan het vergelijken met het jodendom, of in ieder geval het orthodoxe jodendom, laat ik het zo zeggen, waarbij mensen zeggen dat in ieder geval de Torah zo letterlijk van God is en dat bij wijze van spreken de spaties tussen de woorden nog van God afkomstig zijn. Hm. Ja? En als je zo'n heiligheid toekent aan de tekst, dat niet eens de tekst aangeraakt wordt, maar dat men met een aanwijsstok de tekst aanraadt, met een jat, waar ons woord jatten vandaan komt, dan is die tekst en die taal zo heilig dat het zelfs het voorstel van, ja, kom op, doe dat gewoon in Nederlands, dat het voor veel Joden, of in het geval van waar we het net over hadden, moslims, gewoon een brug te ver is. Zullen we naar vraag 2 gaan? Waar is het allemaal misgegaan? Dat was een goede vraag voor het christendom. Dat is natuurlijk een heel complexe vraag, omdat we te maken hebben met een heel breed gedifferentieerd veld, uiteraard. Dus interessant is dat eigenlijk aan de orthodoxe kant de boel behoorlijk stabiel is. Het is interessant dat godsdienstsociologen ook de thesis hebben dat als een religie veel van mensen vraagt, costly is, dat mensen minder geneigd zijn om die op te geven. En we zien dus juist in de zeg maar, reformatorische hoek eigenlijk een duidelijke stabiliteit. Onlangs nog een interessante tentoonstelling hierover, ook hier in het Katharijnenconvent. We zien ook dat bepaalde meer evangelicale, op beleving gerichte vormen binnen het protestantisme het eigenlijk ook vrij goed blijven doen. Maar we zien dus dat eigenlijk vormen van het protestantisme die eigenlijk van binnenuit al sterk zijn, geseculariseerd, sterk ook geritualiseerd zijn. Dat mensen zich daar afvragen, ja, waarvoor moet ik het nog doen? Ik kan het net zo goed gaan laten. Dus we zien eigenlijk dat de costly vormen en de vormen die gericht zijn op beleving het veel beter doen
dan vormen van religieuze beleving die op een bepaalde manier misschien ook minder van mensen vragen. Dat vind ik op zich heel interessant. Het lijkt zo te zijn dat als je het te makkelijk maakt voor mensen om hun religie te beleiden, dat die religie dan ook minder pakkend wordt ervaren. Ja, als ik dan nog iets mag toevoegen, juist als het over Pinkster of charismatische kerken gaat, dan zie je ook vaak juist het evenement karakter, dat wel heel aantrekkelijk is voor bepaalde groepen. Dat is echt eigenlijk iets dat een apart moment is, eigenlijk een soort herhaaldelijk evenement is. Maar op hetzelfde ook, dat heeft veel van die theologie, en dan heeft het wel ook iets met de materiële beleving van de kerkdienst te maken, maar dat die theologie, hoe die wordt uitgelegd, toch heel anders is dan in gereformeerde kringen en sterk aansluit aan bepaalde individualistische moderne behoeftes. Het idee van entrepreneurship, ondernemerschap. Heel sterk op het hier en nu gerichte doelstellingen. Natuurlijk met het hogere doel dat je ergens in de hemel terechtkomt, maar hier en nu is ook belangrijk en wat je hier en nu gaat worden. Dus dat sluit wel aan heel individualistische moderne behoeftes, maar dan toch met een soort christelijke jurk omheen. Dat zou denk ik wel ook een verschil kunnen maken. Niet noodzakelijk voor iedereen, maar voor die mensen die er terechtkomen blijkt dat heel aantrekkelijk te zijn. Ik heb hier ook een vraag. Ik ga dat met deze leuke stok doen. Oh, deze zag ik nog niet aankomen. Nou, het valt mij op. Ik ben zelf religieus. Maar het begin van de avond start eigenlijk over spullen. Over een kerk die leegloopt, over beelden, over een boeddha. En eigenlijk pas op een vraag van de meneer hier rechts van mij, geeft u de dame rechts, ik ben uw naam even links voor jullie op de rij, geeft u eigenlijk antwoord op vragen die voor mij over religie gaan, namelijk over wat is leven of wat betekent dat en wat betekent God daarin? Hoe komt het dat eigenlijk pas aan het eind van deze avond aangestipt wordt? Want dat is toch religie. En niet de spullen die we net een half uur aan het begin waar we over spreken. Daar zou ik graag langer met u over in discussie worden gaan. Voor mij zijn dus de spullen net zozeer onderdeel van religie als de voorstellingen van mensen en als de betekenisgeving. Die voorstellingen en die betekenisgeving kan niet zonder die materiële component. Er was de vraag toen van Edwin, wat doen jullie als religiewetenschappers? Wij kijken natuurlijk naar religie enigszins ook van buitenuit. En ik kan niet over religie denken zonder de gebouwen, de objecten, de lichamelijke gestes, de boeken enzovoorts. En ik zie dus deze materiële componenten uiteraard ook als dragers van betekenissen die ook bepaalde emoties en zelfs cosmologieën gaan oproepen. Maar ik zie absoluut dus het materiële en het spirituele bij elkaar. En ik zie het materiële niet louter als een uitvloeisel van het spirituele. Dus ik denk dat ik snap wel uw zienswijze. Ik vind dat, voor mij klinkt het als een heel protestantse zienswijze, die herken ik als zodanig. Maar ik vind dat wij als religieonderzoekers eigenlijk juist één stap daar vandaan moeten maken en ons af moeten vragen, wat maakt dan deze houding mogelijk? En dan kan je eigenlijk niet anders dan zeggen, ja, om deze houding eigenlijk tot stand te brengen, zijn altijd ook materiële vormen nodig. En daar zie je vaak waar eigenlijk ook die conflicten of de soort die contestations omheen gaan. Dus mag je een gebedsoproep luid hebben of niet? Maak de toren van de moskee hoger zijn dan een kerk in Zwitserland? Of mag je een boeddha-belt ergens opstellen of niet? Is dat een religieus symbool of niet? Dus zelf als het over levensvragen of zingeving gaat, juist die lijnen van het conflict gaan vaak langs materiële elementen. En dan zie je al die ideeën die erachter staan, die eigenlijk met elkaar kunnen botsen. Maar de punt van betwisting is vaak toch ook materieel. En daar kun je als religiewetenschapper dat heel goed ook als een manier gebruiken om daar eigenlijk een ingang te kunnen vinden en te kijken over wat gaat het eigenlijk.
Misschien moeten jullie zo nog eventjes een biertje drinken om daar verder maar over te praten. Ik wil nog één zin daarover zeggen. Ja. Ik wil religie niet, zeg maar, reduceren op louter materiële. Dus het is niet een soort simplistisch, vulgair materialisme. Het gaat eigenlijk om een dialectisch idee. Dus het materiële en het spirituele gaan samen. Religieonderzoekers zijn veel te lang steeds uitgegaan van het spirituele en hebben geabstraheerd van al het concrete. En wij proberen eigenlijk nu vanuit het concrete na te denken, ook over die processen van betekenisgeving. Die zijn er wel, maar die worden dus gedragen en mogelijk gemaakt door die materiële vormen. En dat zie je heel goed op een moment waarin inderdaad religieuze dingen onder druk komen te staan. Zoals een azaan die mensen misschien niet willen horen en juist moslims heel graag willen laten horen. Of een kerk die leeg moet. En wat moet er nou met die beelden enzovoorts gebeuren. Dus en zelfs protestantse kerken die leeg, die opgeheven worden. Dus daar zit wel iets ook aan de materiële vormen. Dat is ook onderdeel van ons mens zijn natuurlijk. Ja. We gaan naar de laatste vraag alweer. Meneer, ja, sorry. Ja, dank u. Ik ben zelf Bijbelschristen en ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. In hoeverre zien we dat er misschien toch nog weer een stroming is die dat weer terugbrengt? Dat we zeg maar in Bijbelse tijd leven en dat er meer mensen weer gaan kijken of er misschien toch nog Bijbelse waarheid is. Zien we daar nog wat van komen? Of? Nou, u zegt het zelf, dit is een stroming. En wij als onderzoekers van het christendom en religie vinden in principe alle stromingen interessant. Het is een vrij kleine stroming hier. Het is misschien een stroming die men ook kan vergelijken met stromingen binnen de islam waarmee Joas zich bezighoudt. Die dus ook de Koran als het spreken van God kan zien. Ik vind als religieonderzoeker dit heel belangrijk en heel erg interessant. Dus ik heb zelf hier in Nederland geen onderzoek gedaan naar uw stroming. In Ghana voor een deel wel. En ja, ik neem dit zeker serieus. Het past ook bij het verhaal eigenlijk waarmee we begonnen. Dat dus met het zeg maar opdreunen van percentages van ontkerkelijking het verhaal niet af is. Er zijn inderdaad toch nog best veel christenen, katholieke, protestanten bij elkaar zo'n 35%. En juist bij die groep die zeg maar blijft, is ook sprake bij velen van een serieuze houding, een bezinning op de traditie enzovoort. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen als onderzoekers. Dus ook het christendom hier is zeg maar niet dood en formeert zich op een nieuwe manier. En daar hoort ook dus die sterkere nadruk op het woord natuurlijk bij. Dus ik bestudeer dit eerder van buiten dan van binnen, maar ik vind dit absoluut van belang. En ik ben ook blij dat u dit naar voren brengt. Nou, een van de dingen die ik in ieder geval heb meegenomen is dat religie heel erg modern is. Eigenlijk, en dat het leeft. Mag ik een groot applaus voor de gasten vanavond. Birgit Meijer, Katja Rako en Joas Wagenmakers. Ja, wij zijn er dus op 9 maart weer volgende maand. En dan gaan we het hebben over het belang van intimiteit voor ons welzijn. Ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Dank jullie wel voor jullie komst.